Super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. In mijn vorige AliExpress shoplog heb ik aan jullie gevraagd of jullie een vervolg wilden op de items die ik nog niet had ontvangen. En ik heb echt meerdere reacties gekregen dat jullie dat graag wilden zien. Dus hierbij het vervolg op de bestelling van de pakketjes die eigenlijk te laat zijn binnengekomen. Voordat ik ga beginnen wil ik je eerst vragen of je al geabonneerd bent op mijn kanaal. Zo niet, doe dat dan vooral en volg me natuurlijk ook op Instagram. En laten we maar snel gaan beginnen met het eerste pakketje. Naast dat ik ga laten zien wat ik heb besteld, ga ik ook even het vergelijken met de advertentie. Of het daadwerkelijk overeenkomt. Nou ja, we hebben hier best wel een groot pakketje. En er staat op Sunhat. Maar dit is dus een hoed die goed verpakt is. Heel veel lucht zit erin. Ik had nog een hoedje nodig, helemaal voor de warme dagen. Heb ik hier een schaar? Ja, ik heb hier een schaar. En ik ben benieuwd of hij leuk is. Ik weet ook echt niet of ik een hoedpersoon ben. Staat helemaal niet bij deze outfit. Maar het lijkt me wel heel erg chill als je bijvoorbeeld op vakantie gaat of naar het strand gaat om zo'n hoedje op te doen. Want dan kan je je gezicht beschermen natuurlijk tegen de zon. Qua eerste indruk vind ik hem wel prima. Ik ben niet zo fan van dit strikje hier. Maar dat is gewoon een persoonlijke voorkeur. Ik kan hem volgens mij er gewoon afhalen. En hij past. Ja, hij is wel ietsjes te groot. Want ik heb een heel klein hoofd. Maar ja, prima hoed, denk ik. Hij lijkt een stuk lichter op de advertentie. In het echt is hij wat bruiniger. En op de foto is hij wat witter. Dat is zeg maar het enige minpuntje. Maar het kan ook gewoon, ja, door de bewerking van de foto zelf zijn. Maar het is niet dat hij heel erg veel afwijkt van de foto. Dus dat is heel erg mooi. En qua prijs, ja, ik heb er niet mega veel voor betaald. Dus ik vind het te doen. Hier hebben wij een travel item. Ik kreeg heel vaak van jullie de vraag of ik travel artikelen wilde bestellen bij Ali. Dus ik heb een travel flesje. Hier kan je vloeistoffen in doen. In dit tuutje kan je dan je vloeistof in doen. En dit is de print. Ik vind de print heel schattig. En dan heb je hier het dopje. Alleen de prijs. Ik heb hier 76 cent voor betaald. En volgens mij staat er de verzendkosten er ook bij. Dus dat is niet heel veel geld. Maar we weten dat we voor veel goedkoper meer flesjes kunnen halen. Want bij de Action betaal je iets van 1 euro of 1,50 euro. En dan heb je meerdere flesjes. Dus ja, het is niet veel geld. Maar het kan goedkoper. Dan hebben we hier een ketting met mijn letter. Dus dat is heel erg leuk. Zulk soort letterkettingen zie ik tegenwoordig echt overal voorbij komen. Maar ik heb nog nergens zilveren varianten ervan gezien. Alleen goud. En de sieraden die ik draag zijn voornamelijk zilver. Ik heb wel wat gouden sieraden, maar die draag ik heel soms. Maar ik zag deze op Ali. Toen dacht ik van, hey, die wil ik hebben. Omdat het natuurlijk niet van echt zilver is, zal dit heel snel gaan verkleuren. Nou ja, ik ga hem gewoon zo lang mogelijk mooi houden. Want ik vind hem wel heel erg leuk. Ik weet niet of hij leuk is in combinatie met een tweede ketting. Misschien wel, misschien niet. Maar hij komt flink overeen met de advertentie. Het kettingje is hetzelfde. Want het is een dunne ketting. En dan, ja, met je letter. Oh, dan hebben we nog meer sieraden. En dit is wel in een gouden tint. Nou ja, in combinatie met een marble printje. Ik vond dit wel heel zomers eruit zien. De foto van de advertentie sprak me gewoon heel erg aan. Vandaar dat ik dit had heb gekocht. Ik heb in totaal 4 armbandjes. Even kijken of AliExpress hetzelfde zegt. Ja, op de foto zie ik ook 4 armbandjes. Armbandje nummer 1 met een hartje zie ik. Ik merk wel dat ik de combinatie van de armbandjes, dus als ik ze allemaal zou dragen, leuker vind dan dat ik er 1 zou dragen. Alleen 1 armbandje komt niet zo overeen. De laatste. De armbanden vind ik op de advertentie mooier overkomen dan in het echt. Maar ja, dat kan ook door Photoshop komen of gewoon ja, fotobewerking. Maar het zijn prima armbandjes. Ik heb hier in totaal 1,24 voor betaald. Dus dat valt nog reuze mee. Dus voor de prijs is het helemaal top. Maar ik denk niet dat ik nog een keer zulke soort armbanden op Ali ga bestellen. Dan hebben we nog een travel gerelateerd product. Of ja, je kan dit gebruiken als je op reis gaat, maar het hoeft niet. Als het goed is, zijn dit soort van doekjes waar zeep in zit. Iets in die richting. Dit is de verpakking.
heel erg schattig. Volgens mij staat het al helemaal in het Chinees. Dus geen idee wat daar staat. Maar ik vond dit wel grappig. Eén nadeel, hij is hier wel wat smeriger. Dus ja, dat is niet zo aantrekkelijk als je zoiets koopt. Het ruikt wel gelijk heel lekker. En dit zijn dan de sheets. Als je dus geen zeep bij de hand hebt of je bent ergens bij een openbare toilet waar wel wasbakken zijn, dan kan je dit gebruiken. En dan kan je zo je handen mee wassen. En je hebt best wel wat sheets, dus je kan er lang mee door. Super chill. Maar de verpakking is echt crap. Hij gaat aan de zijkant ook stuk. Dus dat is iets minder. Even kijken hoe duur die was. Nou, het valt op zich wel mee. Ik heb hier in totaal €1,87 voor betaald. Dus dat is nog wel te accepteren. Dan heb ik iets waar ik echt mega enthousiast over ben. Ik zag dit en ik dacht, ja, dit moet ik open. Sinds kort heb ik ook Apple AirPods. Echt een investering. Die dingen zijn duur, maar ja, ik maak er wel elke dag heel veel gebruik van. Maar ze raden je aan om een hoesje ervoor te kopen. Voor het geval dat beschadigd. En Ali verkoopt heel veel leuke hoesjes. Maar dit is toch een partijtje een bijzonder hoesje. Het is een hoesje in een IKEA thema. En ik hou van de IKEA. We hebben een siliconen hoesje waar je dan je earpods in kan doen. En dan hebben we nog een klein tasje waar je nog eventueel andere dingen in kan opbergen. Of dit hoesje zelf. Nou, dan kan je dit gewoon zo meenemen. Nou ja, ik denk niet dat je zo over straat gaat lopen. Maar dit kan je dan wel in je handtas doen of iets. Zo schattig. Heel random en eigenlijk ook heel erg lelijk. Maar omdat het zo lelijk is, vind ik het heel erg leuk. En in totaal heb ik hier €2,69 voor betaald. En dat vind ik voor een hoesje helemaal prima. Ik ben benieuwd hoe lang het meegaat. Ik ga hier echt gelijk gebruik van maken. Dan hebben we hier nog een hoesje. Maar dit is een hoesje voor mijn vlogcamera. Dit is echt een zo'n siliconen case. Maar ik zag dit eens voorbij komen. En ik denk, hé, dan kan ik dit gewoon in mijn tas dumpen zonder dat mijn camera beschadigt. Ze had het in verschillende kleuren, maar ik dacht, ja, zwart is het meest neutrale. Want mijn camera is ook zwart. Oké, hij past. Maar ik merk wel dat hij een beetje losjes hier zit. Hier aan de bovenkant. Ja, het is zwart op zwart, dus dat zie je minder goed. Ik zie hier ook waar je zo je camera vast kan houden. Dat er ook een grip bij zit. Dus kan je nog gewoon zo vastpakken. Ik vind het wel handig dat ze gewoon siliconenhoesjes voor je camera hebben. Dus hier ben ik ook heel erg blij mee. En hoeveel kostte het? Oh, dit was nog wel wat aan de prijzige kant. €4,24 heb ik hiervoor betaald. En hij sluit dus niet heel mooi aan. En het is nog steeds niet duur voor een hoesje. Om in de hoesjestemming te blijven heb ik nog als het goed is 2 telefoonhoesjes. Dit is er één van. Ik ben wel echt fan van zulke illustraties. Wel één nadeel. De Vogue tekst hier valt een heel klein beetje weg omdat ik een zwarte iPhone heb. Maar het is wel prima te doen. Ik vind wel dat de illustratie niet heel mooi op het hoesje is afgedrukt. Maar ik vind het wel prima. Hier heb ik in totaal €2,44 voor betaald. Dan hebben we telefoonhoesje nummer 2. En dit heeft een tropisch printje. Oeh, deze is mooi. Deze is oprecht heel mooi afgedrukt. Ik zie geen gekke pixels of zo. En hier heb ik minder voor betaald. Deze kostte €1,98. Ik zie wel dat hij niet meer beschikbaar is. Dus waarschijnlijk heeft de adverteerder hem eraf gehaald. Mocht ik een vergelijkbaar product vinden, dan zal ik het wel hieronder in de beschrijving zetten. Anders, sorry. Dan hebben we een groot pakketje. En ik weet al 100% wat hierin zit. Ik heb namelijk achtergrondpapier besteld voor fotografie. Oké. Ondanks dat het heel veel plastic is, hebben ze wel pluspunten gekregen dat ze er wel voor zorgen dat het goed aankomt. We hebben hier een stok. En dit zijn papiertjes. Huh? Ik dacht dat ik geel had besteld in plaats van oranje. Ik heb een roze achtergrond. Die echt terug gaat rollen. Hij is niet helemaal uitgerold. Maar ik merk dat het niet van papier is. Volgens mij is het, voelt een beetje als plastic. Laten we zeggen dat het een achtergrondvel is. En niet echt papier. Dan hebben we een oranje. Nou, echt verwacht dat het geel zou zijn. Op de foto lijkt het geel. Nou ja.
Ze kosten €3,70 per stuk. Dus op zich vind ik dat wel meevallen. Kijk, deze kleur vind ik op zichzelf wel erg leuk. Maar ik wilde geel en roze combineren. Maar deze combinatie vind ik gewoon iets minder. Dan zijn we aangekomen bij het laatste item. En dit is een mini steltang. Ja, ik weet niet of ik een mini steltang echt chill ga vinden. Omdat het zo klein is en je kan vrij weinig haar ertussen doen. Maar misschien is het wel handig om mee te nemen op reis bijvoorbeeld. Ik vond de prijs ook wel meevallen. €3,54. Op de advertentie lijkt hij iets groter. Ik denk dat het gewoon komt door perspectief. Of gewoon mijn idee dat het groter zou zijn. Hij heeft hier in de binnenkant een schuifknopje. Ik zie een rood lichtje nu branden. Ik weet niet of het lichtje gaat veranderen van kleur. Dat hij groen wordt. Zal het chill zijn. Oh, wow. Ik had mijn hand hier even aan de zijkant gedaan. Hij is warm. Dus ik denk dat ik gewoon maar een stukje moet stylen. Ook heb ik net mijn haar een klein beetje gekruld. Pakken gewoon een klein plukje die een beetje gekruld is. Die stylen we. Oké, mijn haar voelt wel een beetje warm aan. Maar ik heb wel het gevoel dat het werkt. Nou, hierbij was dit mijn AliExpress shoplog. Maar mocht jij iets op Ali voorbij hebben zien komen waarvan je denkt van Sabrina, dat wil ik echt zien. Daar wil ik van jou een review horen. Of whatever. Laat het me dan vooral weten. Mijn favoriete aankoop uit deze shoplog was... Ja, ik denk toch wel dat IKEA zakje. Dat is gewoon zo random, maar zo leuk. Laat me ook vooral weten wat jouw favoriete item uit deze shoplog was. En of je iets uit deze video ook hebt besteld. Ik ga proberen om zoveel mogelijk linkjes hieronder in de beschrijving te zetten. Dan maak ik het voor jullie ook wat makkelijker. Ja, bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!